Ситуация в Белгороде продолжает оставаться непростой. Вижу несколько обращений в социальных сетях, где некоторые семьи пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Russen die bang zijn voor aanvallen. Dat gebeurt niet zo vaak, want de meeste Russen merken in hun dagelijkse leven bijna niks van de oorlog. Maar in de Russische stad Belgorod is het anders. Het ligt zo'n 40 kilometer van de Oekraïnse grens en daar zitten ze er middenin. In de Russische stad worden mensen al veel langer geconfronteerd met de oorlog. Maar op 30 december was een hele grote aanval. En daarbij vielen zeker 25 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Kiev zegt er officieel niks over. Maar bronnen zeggen tegen Oekraïnse media dat de aanvallen gericht waren op militaire doelen en dat de slachtoffers zijn gevallen door Russische luchtafweersystemen. Nou ja, of dat echt zo is, is vanuit hier onmogelijk te controleren. We weten wel dat er in de dagen daarna nog meer aanvallen plaatsvonden. Mensen willen dan ook weg uit Belgorod. Kinderen worden overgeplaatst en mensen worden geëvacueerd. Poetin spreekt na 30 december harde woorden. Maar hoe erg is het nou eigenlijk voor Poetin dat de Russen in Belgorod bang zijn en zo meegesleurd worden in die oorlog? Voor Vladimir Poetin is het vooral belangrijk wat de mensen in Moskou en Sint-Petersburg merken van de oorlog. Het is namelijk het centrum van de macht in Rusland. Belgorod en bijvoorbeeld afgelegen deelrepublieken, waar heel veel van de militairen vandaan komen die sneuvelen in Oekraïne. Ja, dat daar onrust is, dat maakt voor Vladimir Poetin eigenlijk niet heel erg veel uit. En hij kan die aanvallen op Belgorod ook aangrijpen om zijn eigen aanvallen op Oekraïne te rechtvaardigen. Dat zie je hem ook doen. Они хотят нас а запугать и б породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Daar komt natuurlijk bij dat Poetin de Russen kan vertellen: kijk, wij worden aangevallen. Dat is het verhaal wat hij al aan de oorlog in Oekraïne knoopt. Hij zegt dat is een oorlog met de NAVO die Rusland aanvalt. Nou, nu kan hij zeggen: kijk, wij worden aangevallen, dus we moeten eensgezind zijn en onszelf verdedigen. En zo profiteert Poetin dus ook van die aanvallen.